Europees burgerschap, dat werd hier 30 jaar geleden geïntroduceerd. Met het verdrag van Maastricht en daarmee een grote stap. Een grote stap in Europese en ook in de Nederlandse geschiedenis. Ofwel de handreiking van Nederland aan Europa, zoals Ruud Lubbers het ooit mooi verwoordde. En zo gaven Maastricht University en Studio Europa de afgelopen maanden op hun beurt weer een waardevolle handreiking aan Nederland. Door aandacht te vragen voor een verdrag dat, gek genoeg, interessant genoeg, over de grens vaak bekender is dan bij ons hier in eigen land. En al die tijd zijn we met elkaar bezig over samenwerking in Europa. En als je het ergens voelt waar het nodig is, is het natuurlijk in Limburg, in Maastricht. En ik denk dat het ook goed is. Goed om na te denken over wat brengt ons de komende 30 jaar. De komst van de burgerconferentie naar Limburg is in feite gewoon een stap waarmee we Limburg weer op de kaart zetten in Europa. Letterlijk. Maar waarom in deze stad? Nou, Maastricht wordt namelijk gezien als de geboortestad van de Europese Unie. Maar dat is ook onze ligging. We liggen midden in een regionaal gebied. Allemaal kwamen ze dat weekend samen naar Maastricht om met elkaar te praten over het soort Europa waar wij zouden willen leven. How do you organize solidarity? What is a fair society? How do you get that done? What binds us? What binds us together as member states, as European citizens? What are the issues we need to tackle together? Als we over 20 jaar nog de euro hebben, dan hebben we waarschijnlijk ook nog één Europa. En één Europa geeft stabiliteit. Ik zou wel graag willen weten van wat precies zo belangrijk is aan dat Europa samenwerkt. Het zou ook kunnen zijn dat Europa gewoon Europa was en zonder de Europese Unie. Dus ik zou wel willen weten wat de functie eigenlijk is van de Europese Unie. Waarom is het zo dat we vinden of denken dat een expat iets komt brengen en dat de migrant iets komt halen? Nou, vanavond zijn er 80 jongeren, studenten van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuid, die hier komen omdat ze geïnteresseerd zijn in hoe je een Europese carrière in de regio kunt hebben. Ik heb een grote familie en ik denk dat ongeveer de helft van mijn broers en zussen zeggen van doe weg met de euro. En die andere helft zegt nee, moeten we houden. Let me be clear. The Netherlands future is and always will be European. Actually cartoons, they have the power to show the problem. And they can show the problem, they never show solution. So people can think about solutions. For me, Europe means opportunities. Opportunity to study, to work and to travel. In essentie gaat het hierover. Het gaat erover hoe je vindt dat de 21ste eeuw eruit zou moeten zien. Welke waarden in deze eeuw de boventoon moeten voeren.